Ja, het waait verschrikkelijk. Zijn frisse flora en fauna? Geen idee. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe video. Wij zijn in Engeland en wij gaan een dagje uit. Zo, we zijn in het National Marine Aquarium. Dat is een van de grootste diepzeemusea over het zeeleven in Plymouth. We zijn in Plymouth, volgens mij spreek je het zo uit. En dit wilden de kinderen heel graag zien. Het National Marine Aquarium is het grootste aquarium van Engeland. Dus zeker met kleine kinderen een bezoekje waard. In het museum heb je verschillende biozones waar je dingen kunt zien. Keystone Reef zaal heeft het grootste glazen raam van heel het Verenigd Koninkrijk. Echt, het is geweldig. Op de bodem tref je krabben, roggen en allerlei vissen aan. En je hebt een geweldig uitzicht. Vanaf de zaal loop je langs de Ocean Drifters. Dat is een aquarium met kwallen. Echt een heel groot aquarium. En het is echt heel gaaf. Want ik dacht, het is net zoiets als Burger Zoo, maar het is iets groter dan dat. Oh, het zijn enorme kreeften. En een morenen en een bol. Oh. Volgens mij lopen we een beetje tegen de richting in. Maar in elk geval kun je dus een heleboel dingen zien. En dat vinden ze leuk, de kinderen. Het aquarium is zo opgebouwd dat je eerst van alles leert over de Britse wateren en de vissen die daar leven. De flora en fauna. Zijn frisse flora en fauna? Geen idee. En dan loop je lekker langs het grootste aquarium naar beneden. It is how we feed all of these smaller fish at the bottom. There's a lovely upturned jug at the top, and we pour in little krill and shrimp down here to feed these little grazers. Now this is a really good sign because you might be able to see our nurse sharks. That grey pipe comes all the way down and it finishes about half a centimetre above the rockwork there. And it has to be really close because our nurse sharks. In Engeland. Geweldig, er zit enorm veel liter water in. De medewerker van het aquarium heeft het net uitgelegd. Ze hebben een schildpad die Friday heet en ze hebben verschillende haaien. Eentje heet Howie en dat is een zij, want ze kwamen erachter dat het een vrouwtje was toen ze haar al een naam hadden gegeven. Dus. We zijn nu in het aquarium van het museum en het is geweldig, want ze hebben dingen in de grond, zie je vissen, en boven je zie je vissen. We hebben ongeveer de hele route gelopen van de Britse kusten naar de Great Barrier Reef en nu zijn we beneden ergens in een kelder. Het is echt geweldig, al die vissen. Het is groter dan de Burger Zoo, maar ook schoon. Dat vind ik ook wel belangrijk, want ik heb ooit een keer een blog geschreven over het dolfijn. En dat vond ik gewoon echt, want dat vond ik echt gewoon niet normaal. Qua smerigheid en hoe die beestjes daarbij zaten. Maar dit is gewoon lekker schoon. Het is echt geweldig om al die vissen hier te zien. Kijk, hier komt ook alweer een bijzondere aan. MSC is helemaal happy met alle visjes. Gaat naar McDonald's. McDonald's? Ja. Oh. Frietjes. Gaat die frietjes eten? Eten. Ja, dat is de mama. Oké, okay, mijn tweejarige die denkt dat vissen McDonald's voedsel eten. Oké, heel boel fantasie. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet je niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doei!